De Jacks en de Tourist. Tom Brom, Jan Rijs, jullie waren vanmiddag rond de Blauwe Brug. En Kees kwam er eventjes tussendoor, maar jullie waren nog niet helemaal uitgepraat, hè? Nee, want die zaak die werd steeds groter en steeds groter. Ik heb net verteld dat Tom en ik elkaar kwijtraakten. Dat kwam omdat we eigenlijk net niet snel genoeg waren. En voordat we het wisten zat de mobiele eenheid tussen ons in en we konden er niet meer door. Tom zat toen achter de mobiele eenheid. Ik zat achter de demonstranten, de actievoerders. En wat er gebeurde is dat er steeds meer mobiele eenheid kwam. Op een gegeven moment kwamen er twee rijdende waterkanonnen bij. Andere bruggen, andere punten werden afgezet door mobiele eenheid. Ik stond op een brug waardoor ik over het Waterloopplein kon kijken. En op een bepaald moment kwam er bereden politie. Een stuk of 15 man bereden politie. Die werden ingezet en die gingen dat Waterloopplein op. Wat zoals je weet opgebroken is en zo. En trouwens, als het dat niet was, dan was het daarna wel. Want de demonstranten hadden stenen nodig. Ik zag op een gegeven moment een agent op een wit paard heel hard de demonstranten inrennen. Dat is een zieke auto achter ons. Dus er is nog steeds ergens actie. Maar ik zag op een gegeven moment een agent op een wit paard die demonstranten inrennen. En op een gegeven moment klapte die helemaal weg. Toevallig bleek dat Tom Brom daar in de buurt stond. Jij hebt dat stukje opgenomen. Ja, wat er ook typerend was, dat in het nieuws van 3 uur vanmiddag. Daar werd gezegd dat de demonstranten iemand van het paard hebben getrokken. Het eerste paard wat ik heb zien vallen, ook de eerste keer dat de bereden politie ingezet werd, was die keer van het witte paard. Hoe dat exact gegaan is, daar was ik bij. Dat zal ik even laten horen. En ik eens even kijken wat daar op dit moment gaande is. Er staat een man naast een paard, iemand van de mobiele eenheid. Laat die man gaan! Er wordt nu ruim baan gemaakt voor die man. Onder een juichapplaus. Iemand van de mobiele eenheid. Hij zwaait. Hij mag vrij. Hij mag los. Hij wordt verder niet aangevallen. Heel sportief. Dat moet ik toegeven. Uiterst sportief. En zo hoort het ook. Een eerlijke strijd wordt hier gevoerd. Onder een luid applaus rijdt de man weg. Hij was gevallen met zijn paard. Er vallen nog wat straattegels. En hij dreigt weer te vallen. Hij valt weer. Die man die moet wel leren paardrijden. Want paardrijden, daar kan hij weinig van. Dat blijkt. Hij raakt verstrikt in een aantal touwen. En komt daar niet meer uit. Hij werd net heel sportief. Mocht hij vrij baan. Hij zwaait. Hij kijkt daardoor niet uit. En komt met zijn paard in de touwen terecht. En dreigt weer te vallen. Hij wordt nu weer tegengehouden. Daar wordt weer een charge uitgevoerd. Hij krijgt hulp van een aantal andere rijders. En dat wordt heel link. Precies. Dat was het werd ontzettend link. Ja, het werd daar echt ontzettend link. Het was echt de slag van het Waterloopplein, hoor. Ja. Ik vraag me trouwens af of onze minister van Binnenlandse Zaken zich dit had voorgesteld bij een verplichte, prettige, leuke feestdag. Wat misschien nog even leuk is om te vermelden, is dat het paleis op de Dam, dat ze daar vanmiddag toevallig wat van hoorden via een televisie die eraan stond, waar het Heroes in 3 programma op te horen was. En toen gonsde het van de geruchten. Ja. En ook die mensen zijn dus op de hoogte. Ja, die zullen uiteindelijk nu zeker wel uiteindelijk, ja, helemaal op de hoogte zijn. Maar in de kerk, daar was het allemaal erg vredig. Trouwens, in andere gedeelten van Amsterdam ook. We moeten niet de indruk wekken dat het één grote bende is. Want het is maar heel erg lokaal, gelukkig. En wie weet wordt het vanavond nog best gezellig. Je weet maar nooit. Jullie gaan direct weer de stad in om verdere reportages te maken van de feestvreugde. Of wat er verder nog voorvalt. Hè? Ja, op de fiets. Met telefoon. Ja, goed. Nou, dus we horen jullie in de loop van de avond hopelijk nog met prettige berichten. Ja, zijn er nog kroegen open dat jij weet? Er zijn er nog kroegen open. Nou, ik dacht dat je moet de telefoon zoeken namelijk. Ja, ik dacht dat je moet werken vanavond. Goed, we gaan eerst eventjes draaien het verplichte nummer.